Breda Nu. Je weet het meteen. Langzaamaan maakt Breda zich weer klaar voor het leutige feest dat dit jaar plaatsvindt in het weekend van 25 februari. Maar zijn de carnavalsbouwers er al klaar voor? En wat kunnen de feestvierders verwachten tijdens de grote optocht die dit jaar plaatsvindt op maandag 27 februari? We zijn hier bij de inschrijvingen, dus we gaan een kijkje nemen. De opkomst is erg goed, ondanks het belabberde weer vanmiddag. We hebben ijs of sneeuw, maar de opkomst is goed. Er wel ook een aantal mensen zijn die zich telefonisch of via de mail hebben ingeschreven. Veel mensen? Ja, op dit moment zijn het er zes. Zes groepen of paren of grote wagens die vanwege slechte weer helaas niet kunnen komen naar het park zitten. Nou, laat ze toch nog wat horen. Hoe vond je het net buiten gaan? Ik vond het erg leuk. Het is ieder jaar weer een verrassing. Het was erg leuk van het jaar. En onze nieuwe hoogheid heeft dat keurig gedirigeerd. Erg leuk. En ja, die kon wel maat houden. Hij kon goed maat houden. En ieder jaar is een stunt. En dit jaar hebben we erg leuk gedaan. Van welke carnavalsvereniging zijn jullie? Trio zonder Jan. En kun je een tipje van de sluier oplichten? Jawel, wij zijn op zoek naar een nieuw station van het Kielengat. Nieuw station? Breda heeft een nieuw station gekregen. En daar zijn we nog op zoek naar. Want ja, het schijnt heel mooi te zijn. We hebben het nog niet gezien. Maar dus we zijn aan het zoeken. Kan je iets erover vertellen? Nou ja, ik zeg altijd, dat is al heel spannend. Wij geven ons dit jaar helemaal bloot, om het zo maar te zeggen. Want ja, wij willen het station zien, maar ja, overal staat station Breda. Maar wij zoeken het station van het Kielengat. Daar zijn we naar op zoek. Een echte speurtocht dus. Ja, dus ik hoop dat de mensen mee willen helpen om ons te zoeken. Helpen zoeken waar het is. Nou, doe een oproepje. Ja, dat gaan we doen. Nou mensen, als jullie kijken naar Breda Nu, help ons helpen zoeken naar het station van het Kielengat. Hallo, dit jaar is het motto is kunnen maat houden. Vond je het moeilijk om daarop in te werken? Wij zijn een Mariette Twirrelvereniging, dus wij lopen altijd in de maat. Dus ja, wij lopen altijd vooraan in de optocht mee. Dus, en wat kunnen wij verwachten dit jaar? Kan je een tikje van de sluier oplichten? Eigenlijk net als ieder jaar, wij lopen voorop met onze majorettes en twirlers. Dus, we openen eigenlijk altijd de optocht.